3, 2, 1. Luikjes, welkom bij Fanfictions uitbeelden. Hebben we er zin in? Nee. Nee, dacht ik. Mooi. Ik heb een script voor mij en ik heb rollen voor jullie. En die rollen moeten jullie uitbeelden. En ik zal uiteindelijk dan vertellen hoe jullie dat moeten uitbeelden. Oh. Jeremy heeft een koprol. Hey, dankjewel. Dat was geen fanfiction. Willen jullie weten hoe deze fanfiction heet die jullie gaan uitbeelden? Nou, vertel. Het is Link, de katachtige. Oh, maar die ken ik al. Kunnen we andere doen? Ik heb gisteravond gelezen. Oké, in deze scène speelt Link als zichzelf, Ronald als zichzelf, Jeremy als zichzelf en Links vader, Pascal als Pascal de kat en Jeremy's vriendin. Wat? Zijn alle rollen duidelijk? Is jij ook mijn vader? Hij speelt ook jouw vader. Daddy, man. Het zijn twee verschillende rollen, het is niet één hetzelfde. Oké, Link, jij mag opkomen. Dit is Link. Overdag ziet hij er gewoon uit, maar 's nachts als een kat. Niemand weet het. Hij heeft vrienden die katten zijn en vrienden die gewoon mensen zijn. Gelukkig weten zijn mensenvrienden het niet en kunnen ze hem ook niet veroordelen. Link werd wakker nadat hij maar een uurtje had geslapen. Maar hij was nog helemaal niet moe. Als half katmens had hij maar weinig tot geen slaap nodig. Dat gaat nu al fout. Katten slapen echt tering veel. Het was maandag, dus de week begon net. Hij had nog een uur voordat Ronald hem op zou halen voor school. Hij liep naar beneden, smeerde een broodje als ontbijt en voor school. Daarna pakte hij nog een pakje melk en hij dacht... Nou kan mijn dag niet meer stuk. Pascal, je mag er binnenkomen. Hij keek even uit het raam en zag Pascal zitten. Pascal is een van zijn beste kattenvrienden. Link zwaaide naar Pascal. Pascal zag het en tilde zijn poot op. Pascal kan niet in een mens veranderen en liep weg. Moet ik nou hier weer weg? Nee. Oh. Toen zag Link Ronald aankomen. Ronald vroeg... Hey Link, ben je er al? En gaf hem een box. Een box? Wat? Ik heb toch een box? Oké, opnieuw. Wat hoort dit bij de fanfiction? Wat is dat lastig? Nee, ik heb alleen gaf hem een box staan. Nee, staat niet in het script. Staat niet in het script, maar vooruit. Improvisatie mag. Waarop Link zei... Wacht even, ik kan geen Nederlands meer. Ik was vroeg wakker, dus ben ik op tijd? De jongens lachten en fietsten naar Jeremy's huis. Jeremy mag binnenkomen. Jeremy stond al buiten, want Jeremy was altijd op tijd. Jeremy had als enige een vriendin. De jongens gaven Jeremy beide een box en fietsten naar school. Plots schreeuwde Jeremy... Ronald, kijk uit! Hou! Ronald was bijna tegen Link aangefietst. Sorry! Ronald schrok en zei... Sorry man, ik was er niet bij met mijn gedachten. Link keek Ronald aan met een verwarde blik en dacht... Zou hij weten dat ik het weet? Link dacht terug aan wat hij gisteravond had gezien. Ronald en Jeremy mogen even weg. Link moet zijn oortjes opdoen. Elke nacht liep hij door de straten en ging hij langs bij zijn vrienden thuis. Als laatste kwam hij bij Ronalds huis en klom hij naar het slaapkamerraam. Ronald en... Pascal? Tot zijn grote verbazing zag hij niet alleen Ronald, maar ook Jeremy's vriendin. Zoenend! Ja, dat is jouw rol, Pascal. Jij bent Jeremy's vriendin. Snel. 3, 2, 1... Link schrok van het gezicht. Ronald draaide zich om en had hem gezien bij het raam. Link was hierna snel gevlucht. Link, je oortjes moeten weer af. Jeremy moet erbij, Pascal moet weg. Tijdens de rest van de fietstocht bleef Ronald Link aankijken. En Link dacht... Kut, Link is weg. Link, wat dacht je? Oh. Wat? Moet ik wat denken? Ja. Hij kon toch niet weten dat ik het was? En Ronald en Jer gaan nu weg. Oh, het is alleen de oortjes af. Om de scène aan te vullen, ja. Yeah. Dat hoort erbij. Oké, scène 2. Ze bij Link thuis. Na school deed Link zijn huiswerk. Hij werd naar beneden geroepen door zijn vader. Jeremy. Zijn vader was ook een katmens, maar had geleerd hoe hij het moest controleren. Hij kon nu kiezen wanneer hij kat was. Hij zei... Kom snel, dat is belangrijk. Link vroeg... Maar wat is er dan? Waarop zijn vader zei... Dan ga ik je vertellen. Ik ben gebeld.
Link schrok. Door de kat heen. Oh nee, wacht, ik was nog niet klaar. Oh, je was nog niet klaar. Ja, ik ken jouw tekst niet. Kut, waar is mijn line? Waar? Ik ben gebeld door de katteneenheid. Link schrok. Zijn vader ging verder. Er zijn kattenjagers vanavond. Ze gaan alle katten vangen. Link schrok en zei bezorgd. Deze is voor jou, jongen. Dank je. Dan moet ik mijn vrienden waarschuwen. Ja. Jeremy mag af. Hij rende snel naar boven en wachtte tot de klok 10 uur sloeg. Toen veranderde hij in een kat. Gewoon zo'n groot lek. Steek bijna zichzelf. Hij sprong uit het raam en ging voorzichtig richting het huis waar Pascal woonde. Hij zag Pascal in het raam. Pascal mag binnenkomen. Als mezelf? Als Pascal de kat. Dan moet ik mijn oren. Jullie zijn beide kat. Doe gewoon, je hebt het strikje om. Okay. Hij zag Pascal in het raam liggen en tikte met zijn pootjes op het raam. Auw, godver. Pascal zei... Wat doe je hier zo vroeg? Auw. Haastig, zei Link. Ik kom hier waarschuwen, miauw. Er zijn kattenjagers vanavond, miauw. Pascal zei... Oh, dankjewel, Link. Ik blijf binnen. En Pascal mag weer weg. Jezus Christus. Link sprong weg van het raam en sloop door de straten. Hij waarschuwde elke kat die hij tegenkwam. Toen hij eindelijk de hele wijk had gewaarschuwd, wilde hij weer naar huis. Toen hij plots bedacht om even een kijkje te nemen bij Ronald. Ronald en Pascal mogen opkomen. Hij klom via een boom naar het slaapkamerraam van Ronald. Daar waren ze weer samen. Ronald en de vriendin van Jeremy. Link keek ernaar met een veroordelende blik. Link zei... Het kan toch niet? Maar alles wat Ronald hoorde was... Miauw. Ronald zei... Ik wist het! Hij rende snel naar zijn bed en pakte zijn paintballgeweer. Toen zei Ronald... Die kat weet ons geheim! We moeten hem pakken voordat hij ons dit vertelt! Pascal mag weg. Link sprong snel en begon te rennen. Maar Ronald rende achter hem aan. Hij verstopte zich achter een container. Ronald liep de steeg in en zei... Hier, poespoes. Hier, poespoes. Link wilde weer in een mens veranderen. Dan kon hij Ronald uitleggen dat hij het niemand zou vertellen. Hij concentreerde zich terwijl Ronald langzaam dichterbij kwam. En toen, ineens... Poef! Link veranderde weer in zichzelf. Link zei van achter de container... Joost, ik ben het Link. Huh? Daar staat Joost. Godver. Ronald keek verbaasd in zijn richting en zei... Duncan, ben jij het? Link kwam voorzichtig achter de container vandaan en liep naar Ronald. Ronald zei verward... Ben je een kat? Link kwam dichterbij en zei... Ja, doe me geen pijn alsjeblieft, Joost. Ronald liet zijn wapen zakken en keek Link schuldig aan. Ronald zei... Het spijt me, Duncan. Ik had je bijna vermoord. Link antwoordde... Het geeft niet, maar je moet beloven dat je nooit meer een kat pijn zal doen. Ronald knikte en zei... Beloofd! Link voegde hieraan toe... Je moet de waarheid vertellen tegen Jer! Beloofd! Ronald knikte en zei... Beloofd! Link legde zijn hand op Ronald zijn schouder en Ronald gaf zijn jas aan Link die helemaal naakt was. Wat willen jullie van mij? Sinds hij weer in een mens was veranderd. Samen liepen ze de nacht in. Je hebt me neergestoken. Ja, er was helemaal geen neersteek in. Het was in prop. Oh, dat was het einde. Goed zo, jongens. Dankjewel. Oh, ik moet even plassen. Kunnen wij nog verder? Nee. Ronald. De bankzitters die hebben gewoon een... De bankzitters die plassen niet, hè? Die hebben gewoon... Die hebben echt hele grote blazen. Nou, die hebben gewoon persoonlijke stoma's voor hun... Ja. Dat hebben zij, daar hebben zij budget voor gekregen. Er loopt iemand mee met zo'n zak, ja. Met pis. Zij hebben gewoon stagiaires die gewoon hun stoma-piszakjes gewoon afnemen. En dan gelijk een nieuwe weer zo inpluggen. Dat is wat zij hebben. Wij hebben dit. Kan je even het plafond filmen? Jullie mogen er allemaal af. Want het verhaal heet De Keuze van Jeremy door... Oh, ik heb echt zo'n stapel XX, met Sanne. Kaartjes. XX. Link speelt als zichzelf, Pascal speelt als zichzelf, Jeremy speelt als zichzelf en Ronald speelt als zichzelf. Jeremy mag opkomen. Scène 1. De slaapkamer van Jeremy. Jeremy werd wakker met hoofdpijn en misselijkheid. Hij wist nog vaag wat er gebeurd was. Het enige wat hij zich kon herinneren was dat Link eerst nog even kwam gamen en daarna zouden ze naar de kroeg gaan met Pascal en Ronald. Ben ik in mijn reet geneukt?
Jeremy zei... De rest ben ik allemaal vergeten. Jeremy pakte zijn mobiel en zag dat Link allemaal foto's had gestuurd. En het leek erop dat hij iets te veel had gedronken. Alle jongens mogen opkomen. Op de eerste foto... Had Pascal zijn muts over zijn ogen en zijn broek op zijn enkels. En de rest van de jongens lachte. Op de tweede foto... Je mag je broek weer omhoog doen. Oké, godverdomme. Op de tweede foto deed Link zijn beste Spider-Man-impressie en Ronald zat aan zijn enkels. En op de derde foto deden ze een groepsknuffel, maar eigenlijk net iets te intiem. Jullie knijpen echt taf als hard ook! Pascal en Ronald mogen weer afstappen. Thanks. Daarna stuurde Link een appje die zei... Hey, ben je nu pas wakker? Jeremy dacht... Nu pas wakker? En keek naar de klok en zei... Shit. Hij had met Link afgesproken om een video op te gaan nemen. Dus Jeremy stuurde terug... Sorry, ik heb me verslapen. Waarop Link antwoordde... Dat geeft niet. Was wel leuk gisteren, hè? Hierop stuurde Jeremy... Ja, ook al weet ik de helft van de avond niet meer. Link zei... Ja, maar je hebt je portemonnee laten liggen. Jeremy keek om zich heen. Shit. Hij pakte zijn broek van de grond en voelde in de zakken en zei... Shit. Toen kreeg hij weer een berichtje van Link. Ik zie je zo wel. Jeremy mag afstappen. Bij Link thuis. Link gaf Coco te eten en poetste snel zijn tanden. Niet veel later werd er op de deur geklopt. Het was Jeremy. Waarop Link zei... Kom binnen. En deed de deur weer dicht. Link liep richting de trap en zei... Zullen we maar naar boven? Ik moet je wat laten zien. Ze liepen samen de trap op. Eenmaal boven zaten ze eerst even te praten over gisteravond en Link dacht... Het was gezellig. Toen zei Link ineens... Maar Joost, wat is gisteravond zei, is echt erg. Ik respecteer je zoals je bent. Jeremy dacht... Sorry, ik heb Jeremy beloofd een video op te nemen. Jeremy wilde zo snel mogelijk weg, maar dat zou opvallen. Later op de avond vroeg Link of Jeremy wilde... Ja, je moet nog even blijven. Later op de avond vroeg Link of Jeremy wilde blijven eten. Jeremy zei... Jeremy, ik ben verliefd. Wat eigenlijk een smoes was. Link zei... Oh, oké. Okay. Hoe is het niet fout gegaan? Maar we gaan door. Link mag af. Jeremy ging snel naar huis en belde Pascal op. Pascal was de enige die wist dat Jeremy homoseksueel was, maar niet dat hij Link leuk vond. Toen Jeremy thuis kwam, ging hij eten maken en even op de bank tv kijken en wachten totdat Pascal er was. Pascal mag binnenkomen. Pascal had er eigenlijk helemaal geen zin in om langs te komen, maar het klonk dringend, dus hij dacht... Ik ga toch maar even langs. Hij pakte zijn fiets en fietste naar het huis van Jeremy. Toen... Hij aankwam, deed Jeremy meteen de deur open. Pascal liep naar binnen en ging op de bank zitten en vroeg... Wat is er? Jeremy zei... Het is Link met zijn mooie bruine haren en zijn bruine ogen, zijn lieve lach. Pascal keek hem verward aan en dacht... Ben ik hier voor helemaal hierheen gefietst? Pascal zei... Op wie dan? Jeremy zei... Maar ik heb gisteren verteld dat ik van hem hou. Wat nou als hij geen... vrienden wil zijn. Pascal was in shock en zei... Dat geeft toch niet? Jeremy keek hem bedroefd aan en zei... Ik zie je morgen wel op school. Nee, blijf. Pascal legde zijn hand op Jeremy zijn schouder om hem te troosten. Pascal zei in een wijze toon... Als hij geen vrienden meer wil zijn, is het geen echte vriend. Dat vond Jeremy goed advies. Hij voelde zich niet meer angstig en had zijn keuze gemaakt. Jeremy bedankte Pascal en zei... Tot morgen, jongen. Pascal zei. Tot morgen, jongen. Was dat hem? Something got mixed up. Nee. Het klopte helemaal. Was dit een open eind? Nou ja, wellicht een deel. Het einde is niet open. Als we deze video 75 likes haalt, komt Rudy in de volgende video. Yo! Druk op het belletje voor het YouTube-algoritme. Doe ook even een duimpje omhoog. Voor het YouTube-algoritme.
Fort Guy Yeatman? Zorg maar dat je geniet, man. Mannen, dit verhaal heet Point of View Backstage met de makkers door Anoniempje X1999. Link speelt als zichzelf, Jeremy als zichzelf, Ronald als zichzelf, Pascal als zichzelf en ik als de Point of View. Dus ik moet me bij jullie toevoegen. Dat is toch pof? Het is pof. Scène 1, de Dutch YouTube Gathering Conventie. Ik wil dood. Kut Ilko. Bij de Dutch YouTube Waar Gathering. Waar is mijn geld? Waar fuck van geld, gast? Bij de Dutch YouTube Gathering, onder flikkerende lichten van de conventiehal, kruiste ik mijn pad met vier favoriete YouTubers. Mijn hart bonste van opwinding, kon ik nauwelijks geloven dat ik eindelijk oog in oog stond met mijn idolen. Ik ben ook gelijk wat kinderachtig. Ronald's stralende glimlach. Jeremy's gespierde schouders, Link's wilde lokken en Pascal's crocs waren nog indrukwekkender in het echt dan op het scherm. Link en Jeremy merkten mij op terwijl ik naar hen toe liep. Link begroette mij enthousiast met... Hey daar, wat leuk je te ontmoeten. Jeremy voegde met een brede glimlach toe... Ja, super tof dat je er bent! Ronald gaf me een box. En Pascal keek me vanaf een afstandje aan. Ik kan niet geloven dat ik jullie echt ontmoet, stamelde ik, mijn stem trillend van opwinding. Terwijl we samen praten en lachten, werd de sfeer steeds ondeugender. Link fluisterde iets in Jeremy's oor. En plotseling kregen ze allebei een speelse twinkeling in hun ogen. Jeremy knipoogde naar mij en zei... Zullen we iets leuks doen? Link fluisterde nu ook iets in het oor van de andere jongens, die gelijk hun blik focusten op mij. Dit is echt een neukvrouw. ik voel het al gewoon. Ja, natuurlijk, antwoordde ik. Mijn stem schor van opwinding. Link stelde voor om een durfspelletje te spelen. Durfspelletje? Een idee dat me zowel opwond als angst aanjoeg. Met een nerveuze grijns stemde ik toe. Ronald zei... Laten we allemaal meedoen, jongens. Pascal keek chagrijnig toe en zei... Ik heb helemaal geen zin in om een durfspel te spelen. Ronald gaf hem een duw in zijn zij en keek hem met grote ogen aan. Dat niet in mijn jaar. Vervolgens zei Ronald... Wat hebben we? Laten we een ander plekje zoeken. Het zie je veel te rumoerig. What the fuck is dit voor tijd? Ja, het staat hè. Scène 2, backstage. Ik werd omsingeld door de jongens en liepen we samen naar een deur die ons backstage bracht. Ik voelde me de gelukkigste fan van de wereld. Mijn favoriete YouTubers wilden een spelletje spelen. Met mij! Wat een fantasie! We stopten toen we bij een lege hoek aankwamen. Jeremy begon en zei met een uitdagende blik. Wat is je stoutste fantasie over ons? Ik voelde mijn rangen rood worden. Maar dit klopt helemaal niet, want dit vroeg ik toen helemaal niet. Nee, het is helemaal niet accuraat. Ik voelde mijn wangen rood worden terwijl ik nadacht over mijn antwoord. Nou, ik heb ooit gedroomd dat we samen een avontuurlijk YouTube filmpje maakten, flapte ik eruit. Mijn ogen groot van schaamte en opwinding. De jongens keken elkaar aan met een suggestieve glimlach. Terwijl ze mij sensueel plaagden over mijn verlegenheid. Link grijsde en zei... Nou, dat klinkt als een spannend idee. Ronald voegde hier aan toe. Ja? Ik heb wel mijn camera bij me. Pascal liep naar Ronald en zei... Geef die maar aan mij. Ik zit toch altijd achter de camera. Jeremy ging voor me staan en veegde een plukje haar uit mijn gezicht. Hij keek me aan in mijn ogen en zei... We wachten al jaren op iemand zoals jij. De jongens gingen om mij heen staan en keken elkaar aan. Link zei... Jij bent uitverkoren. Oh, dit is echt zo fucking vol. Ronald zei... Vanavond maken wij niet alleen jouw fantasie waar, maar jij ook die van ons. Mag ik zeggen dat Anoniempje gewoon echt... Die wilde echt even uitgewoond worden. Drie. We gingen allemaal op onze knieën zitten terwijl Pascal de camera aanzette. We namen de video op alsof we het al 1000 keer hadden gedaan. Wat begon als een gewaagd spelletje tijdens een YouTube evenement eindigde als een hitsige avond vol plezier, verlangen en onverwachte passie. Tussen zes mensen. Waar komt die zesde vandaan?
tussen vijf mensen die elkaar nog nooit eerder hadden ontmoet. Toen we klaar waren met de video, keek ik de jongens aan. Ze waren allemaal bezweet en overal zat plakkerig spul. Zelfs in mijn haar. Bedankt jongens, dit was echt een droom die werkelijkheid is geworden. Waarop Link antwoordde... Nee, jij bedankt. Echt waar, dat is je tekst? Jeremy voegde hier aan toe. Dit was echt het allerbeste wat ik ooit gedaan heb. Pascal veegde het zweet van zijn hoofd af met mijn shirt en zei... Hier, als aandenker. Ronald gaf me een schouderklopje en een aai over mijn hoofd. We zeiden vaarwel en ik bedankte iedereen nogmaals voor deze unieke ervaring. Ik wilde weer terug naar de hal lopen toen ik me ineens bedacht. Wacht, schreeuwde ik. Hoe zal ik de video noemen? Toen zag ik een winkel, twinkel in de ogen van Link. Hij keek me aan met een bevredigende blik en zei... Slijm maken met de makkers. Kan je even een plafond filmen? Overduren.